muggenbeten. Ja, en ik bedoel niet het plaatje muggenbeet. We hebben inderdaad een plaatje, hè? Dat heet muggenbeet. Ja. Dat is in de weerribben. Nee, wij kregen in de mail kregen wij een vraag hoe wij ermee omgingen als wij aan het water staan en er zijn heel veel muggen. Wat we daar aan deden. Er zijn mensen die worden gewoon helemaal leeggestoken. Dat zei deze persoon die de vraag stelde in de mail, die zei dat ook, hè? Ja, hij en Kinderson, die hadden er heel veel last van. Ja, we worden helemaal leeggestoken, zeiden ze, als ze dan bij het water staan en er zijn muggen. We zijn geen wetenschappers. Ik heb het alleen gehoord, hè, dus van anderen. Toevallig heb ik er nou eentje. Ja, hè? Dus af en toe hebben wij ook wel muggen gebeld. Gea, vaker dan ik. Maar dat is gewoon echt af en toe. En wat wij hebben gehoord, maar nogmaals, echt zekerheid heb je daar niet in. Maar wat wij hebben gehoord is dat het ligt aan dat wat je eet en drinkt natuurlijk. He, dat, dus uiteindelijk komt dat op de huid terecht. Dat heb je ook wel eens als bijvoorbeeld mensen bepaalde dingen eten. Dan ruiken ze ook anders. He, dus ja, het lichaam verzuurt natuurlijk. Doordat het, dat je andere zeg maar, dingen eet die je eigenlijk niet zou moeten eten. He, ja. Dan, ja, dat krijg je dan. En het, ja, nogmaals, de zekerheid is er niet. Maar ik heb wel van een hele hoop mensen gehoord. En er zijn dus zelfs twee bij die aten op dat moment 100% raw food. Hebben wij ook een hele tijd gedaan. En die werden niet eens gebeten door me. Niet één keer. Nee. En ja, op een of andere manier is dat niet aantrekkelijk, dat geurtje. Voor ik de mug. Misschien. Dus dat is een theorie die wij erop op loslaten. Dus ik hou niet van om mij in te smeren met allerlei dingen, maar vroeger hebben we dat wel eens gedaan. Toen we alles nog aten, waren wij er ook echt last van, hoor. En, ja. en dan had je bepaalde dingen, hè? Je hebt ook van die kazen. Je hebt van die citronella kazen, maar ik ken ook bij de drogist. Zalfje, crèmpje. Ja. Dat doe je op je armen. Anti-mug. Ja, het is echt. Dit is natuurlijk ook een kleine ruimte waar wij in wonen. Dus als er een mug is, zie je hem eigenlijk ook al vrij vlot. Dus dan hebben we hem ook al vlot te pakken. Maar zoals nou ook bijvoorbeeld. Het raam staat gewoon open. En af en toe hebben we dat wel eens, dat er dan een beestje binnenkomt. Maar doordat de ramen openstaan en de deur, hè, dan, nou is de deur dicht. Maar ze kunnen er zo weer uit. Ja, dan kunnen ze er echt zo weer uit. Dus, als jullie nou echt oplossingen hebben voor deze mensen die deze vraag stellen. Dus dat je denkt, nou, het is gewoon een hartstikke goed middel. Maar wel gezond, hè? Dus niet even van de troep, want je kunt ook echt troep komen. Dat helpt er dan wel tegen, maar dat is echt rotzooi. Je hebt zelfs spul, dan gaat een mug van dood. Hè? Of insecten. Ja. Er zijn mensen die spuiten dat in hun huis, waar insecten door dan gaan. Nou ja, de mens zal er niet gelijk door dan gaan, maar dat lijkt me niet gezond. Nee, maar daar staat ook op dat als je dat spul spuit, dan moet je je huisdier ook uit de kamer halen. Ja. Dus dan is het dan niet gezond. Nee. Dus, waar we om vragen, wij denken dat het dit is. Tenminste, daar duidt het op. Hè? Omdat meerdere mensen die dus heel gezond eten, geen last of weinig last hebben van muggenbulten, muggenbeten. Misschien dat jullie, hè, of een van jullie zegt, ja, maar dat kan ook. En dat is hartstikke gezond. En dat helpt ook echt effectief tegen muggen. Ja, je zou kunnen zeggen schermpjes, hè, horretjes en alles. Maar er hoeft maar een heel klein gaatje te zijn en dan komen ze binnen. Ja. We hebben wel eens gehad dat we op een boot zaten. En dan heb je om de zoveel meter heb je een lampje op de steiger. Hè, ja. Toen wij het boot nog aan. Ik weet niet meer waar dat was. Maar er was ik zie die boot nog zo voor me. Er was een soort speedboot met zo'n tentje erop helemaal. Die mensen die gingen uit eten. In Almere? Ja. Oké. Die mensen die gingen uit eten en wij zaten op onze boot, we hadden nergens last van. Ja. He, en die mensen die kwamen terug en het was, wij dachten, hebben ze ingebroken bij die mensen of zo. Dus ik stond heel verbaasd bij hun boot te kijken, he, bij die speedboot. Dus ik erheen en kijken, he, wat er gebeurd was. Nou, het leek wel een horrorfilm.
miljoenen, niet duizenden of honderdduizenden, maar echt miljoenen muggen. Dat was niet meer normaal. Ik kon het bord bijna niet meer zien. Het ding zat helemaal vol. Zoveel muggen zaten daar. En ja, dat was in die tijd wij nog een bord hadden. Maar toen rookten wij ook nog, volgens mij allebei. Hè? Of nee, ik had een pijp gekocht. Ik was gestopt met roken. En ik had een pijp gekocht. En dan rookte ik een pijp. En door die rook van die pijp, en dat was ook, lag ook aan die tabak, zei tenminste de verkoper van de tabak, verjaag je de muggen. En daar stak ik af en toe een pijpje op. En, dus dat is ook nog een, maar ja, ja, niet helemaal gezond natuurlijk. Ja, maar je moet zomaar zo niet direct bij het licht gaan staan. Nee. Je kunt beter verder weg gaan staan, laat iemand anders dan maar bij het licht gaan staan. Maar... We hebben wel eens, er komt er een camper vlak bij ons staan. En dan doen ze een lampje aan boven de deur. Hè? De hele nacht laten ze dat branden. Daar komt natuurlijk ook de muggen op af. Ja. En daar vind ik ook, dan denk ik, als je gaat slapen, doe de lampje alsjeblieft uit. Ja, maar dat is echt, ja, dat is wel storend toch? Maar dan werden gordijnen dicht. Hè, die de verduisteringsdingen, omdat we op tijd naar bed gaan. Maar als er dan eentje naast je zit die de gordijn niet dicht doet, die de ruimte zelfs openlaat omdat het warm is, dan komen natuurlijk daar de muggen op af, hè, op zo'n lampje. Ja. Maar goed, ik dwaal een beetje af. Als je iets weet, een oplossing voor deze mensen, zet het in onder deze video. Dan kunnen we daar met elkaar wat van leren.